Wie is Jan Bart? Dat is een hele goede vraag. Wie is Jan Bart? Ja, ik ga toch eerst een keer een drinken drukken. Jan Bart, gezondheid. Jan Bart is een fantastische, jonge, amusante, ik ga niet zeggen een comedian. Is een all-round man. Kan u amuseren. Kan u entertainen. Kan u bezighouden. Maar is vooral iemand die rechten van het hart spreekt. Jan Bart, santé. En op nog vele goede jaren. Welkom bij de 42e aflevering van Jan Bart. En zoals vorige week al kort vermeld, was deze week heel erg activiteitsvol. Met onder andere het ribbetjesfestijn van studentenvereniging Moeder Kila. En ook de Schone Week vond plaats. Dat is de projectweek van de studenten kunstwetenschappen. Dat ging door in Bar Bruy. Dus ik was heel vaak s'avonds onderweg. En dan valt de mens plots stil op de A19. En moet ik volledig getaperd worden. Allee, ik niet in auto. En dankzij de vervangwagen konden we die week toch nog gaan optreden. En dat onder andere op zowat... De koudste dag van het jaar, ja, 1 april. De dag dat de lente bezig is, maar het waar volop al het sneeuw in is. Doen we in Merksem hier in het jeugdhuis nog eens een comedyavond als MC van dienst. Een sfeermomentje van hard studerende comedians. En de locatie daarnaast was eigenlijk het jeugdhuis waar dat er een vijf doorgaat vanavond. En dat betekent dat er hier iets minder volk aanwezig is. Ja, al het volk dat je ziet zijn comedians. Het is zo'n beetje de sfeer van de afgelopen optredens. Dat er moeilijk volk te vinden is voor onbekende namen. Maar we gaan het wel fun maken. Hallo, mijn naam is Jan Bart. Ik heb een probleem. Weinig publiek. Ik ben Karen en hier ben ik. Voilà. Oké, okay, super tof. Stuk te lang. Fauv. F-A-U-V-E. Ja, dus ik denk zo'n beetje in stereotypen, hè. Sorry, leider. Ik voel mij wel welkom, dankjewel. Dat was er misschien heel weinig volk, maar de sfeer achteraf was des te gezelliger. En kijk, dat zijn de collega's hier allemaal, die er vandaag aanwezig waren. En zelfs ons enige publiek, onze enige dame van het publiek is ook aanwezig. Dus je ziet, er moet niet altijd veel volk zijn voor toffe sfeerten. En ik sta nog steeds achter die uitspraak. De afgelopen 30 à 40 optredens is het nu 4 keer voorgevallen dat er weinig publiek aanwezig was. En toch zijn dat de momenten waarop je jezelf iets moet overwinnen om toch op dat podium te stappen, nieuwe dingen te proberen, evengoed gewoon tekstrepetitie te houden en natuurlijk ook de collega's te leren kennen. Een kans is en blijft een kans. En natuurlijk ga je daar niet de volledige voldoening uithalen die je haalt uit een optreden voor 100 man. Toch is het interessant om die optredens nog steeds te blijven doen in een try-out fase, want ze zijn heel erg leerrijk. Al geef ik toe dat het altijd iets aangenamer is om te mogen optreden voor een volle en een warme zaal, zoals ik de dag nadien mocht doen voor de Harmonie in Kooskamp. 5 jaar terug mocht ik dankzij de Harmonie van Kooskamp een event presenteren die zij deden samen met de Romeo's. Afgelopen zaterdag ging iets gelijkaardigs doorgaan met Belle Paris. En eindelijk hadden we vanavond met Belle Paris op het podium moeten staan, wat dat jammer genoeg niet kunnen doorgaan is wegens de coronapandemie. Maar op een alternatieve event mocht ik een fragment brengen van Overleven in West-Vlaanderen. Ja, laten we beginnen met het begin, dames en heren, en dat is de analyse van West-Vlaanderen. We hebben vanavond een optreden gezien van Jan Bart. Het was een alternatief feest voor onze vereniging. Met het eraf, met je moeten aanpassen en rest nog niet alleen met het dans, maar vanavond met de coronamaatregelen. Dan zijn we wel gezegd, kom je naar hier. En ik moet zeggen dat we er een alternatief feest van gemaakt hebben. Ik moet wel eerlijk zijn, ik vind wel allemaal een heel beetje aan band, hè. Met de Harmonie van Kooskamp. Hoe was dat? Het is het mijn favoriete Harmonie van Kooskamp. Ik kan het zien. Voilà. En moet ik eigenlijk hier die show spelen of hoe in de babbel? Jan Bart heeft een fantastische vertoning gedaan. Voor ons feest, niet gewoon alternatief, maar fantastisch goed. Dank u wel.
En zo zijn we aanbeland bij het einde van de 42e aflevering van Jan Bart. De afgelopen week zijn er nog een aantal dingen gebeurd, maar daar kom ik verder op terug in de komende afleveringen. Daar rest mij nu alleen nog met heel veel plezier het laatste woord te geven aan mijn professionele afscheidsnemer. Als papa moet optreden en er is geen publiek om hem te horen, heeft hij dan wel opgetreden?